CDA heeft erom gevraagd, staat een fractie. En dat heeft te maken met het feit dat, zeg maar, op de avond van de verkiezingen zelf was het CDA in de veronderstelling dat ze 4 zetels hadden gehaald. En uiteindelijk, nadat alle stemmen waren geteld, bleek dat Denk een zetel had gekregen en dat die er bij hun af was gegaan. En je zag dat daar een verschil van 10 stemmen tussen zat. En op basis daarvan heeft het CDA gevraagd om hertelling. En daar is ook de Staten hebben daarmee ingestemd. En wat vindt u daarvan? Dat is ieders recht natuurlijk. Ik kom zelf ook uit de politiek. En inderdaad, als je zo'n klein verschil ziet, dan vraag je toch af, is het allemaal goed gegaan en dergelijke. Ja, je kunt je ook, van cruciaal belang. Je kunt je ook afvragen, kunnen ze niet tegen hun verlies? Dat is aan hun om te beoordelen. Er kan wel eens wat fout gaan. En dan is het goed dat je hertelt en dat je ook kan aantonen wat de uitslag is. Maar even voor een leek, zo moeilijk is het tellen van stemmen toch niet? Dat kan toch in 1 keer goed? Maar er zitten soms verschillen in. En die zijn dan ook weer niet verklaarbaar. Verwacht u dat er hier verschillen komen in Dronten? Eigenlijk gelet op de nauwkeurigheid waarmee we geteld hebben, verwacht ik het niet. Was dit een grote kawaai om te organiseren? Je moet wel eventjes wat doen natuurlijk. Er zitten hier ruim 50 tellers. En natuurlijk ook nog mensen in het gemeentehuis. Die zitten achter de computers om het straks allemaal in de programma's te doen. Dat heeft wel eventjes wat organisatie nodig. Maar daarom hebben we nu ook met mensen uit de organisatie zijn we aan het tellen. Omdat je anders allemaal brieven moet schrijven naar de vrijwilligers toe. En voordat je dan genoeg mensen hebt, daarvoor was de tijdsspanne te kort. Dus het zijn alleen ambtenaren, er zitten geen vrijwilligers tussen? Nee, inderdaad. Wat kost het? Dat gaan we na afloop uitrekenen. Dan gaan we echt eventjes heel expliciet naar kijken wat zo'n hertelling nou heeft gekost voor Dronten. Want dat loopt in de 10.000 euro's. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Dat gaan wij gewoon uitrekenen. En daar maken we een mooi overzichtje van. Het ideaalplaatje voor u is, als er straks gezegd wordt, op 20 maart had Dronten alles correct geteld? Dat zou heel mooi zijn. Daar zou ik echt trots zijn op de mensen die toen allemaal hebben geteld.